ik zie 100 bijen. En zodra ik deze deur open, gaan deze allemaal in het huis van Noob 1234. Vandaag ga ik namelijk op 5 manieren het huis van Noob 1234 in Dirtstad trollen. Laten we maar meteen beginnen. Ik ga de deuren open doen en bijen gaan maar allemaal lekker het huis van Noob 1234 binnen. Oké, ik heb hier een bloemetje. Kom maar met me mee. Ja, ja, ja. Lieve bijtjes, kom maar allemaal naar binnen toe. Oh mijn god, dit is echt geniaal. Dit is echt heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd hoe de noob hierop gaat reageren. De noob staat op dit moment boven en heeft nog helemaal niks door. Oké, kijk al die bijen hier binnen. Ik denk dat het voor mij weer even tijd is dat ik even naar buiten ga als ik überhaupt buiten kom. Weet je wat, ik pak wel even de achterdeur. Dat vindt de noob vast niet erg. En natuurlijk moet ik het wel weer dicht doen, want de bijen mogen niet ontsnappen. Nee, bijen, bijen, jullie mogen niet ontsnappen. Oké, en zodra de bijen naar boven gaan. Oké, dan ben ik heel benieuwd hoe de noob hierop gaat reageren. En ik zie al wat bijen boven. Oké. Ik ga hem hier in het water heel eventjes rustig verstoppen. En dan gaan we even kijken hoe de noob hierop gaat reageren. En oh, de noob staat hier. De noob is letterlijk helemaal in paniek. Die weet gewoon niet wat hij op dit moment moet gaan doen. Oké, noob, het allerbelangrijkste is dat je de bijen niet moet gaan slaan. En oh mijn god, de noob heeft de bijen geslagen. Ja, de noob gaat keihard dood. De noob wordt helemaal gek. Oké, ik denk dat de eerste prank wel keihard is gelukt. Want de noob die gaat wel echt keihard dood. En wat? Noob, wat ben je aan doen. De noob gaat niet dood. De noob is letterlijk gewoon op dit moment aan het wegrennen van de bijen. Oké, dit is echt geniaal. Deze prank is gelukt. Voor de volgende prank heb ik heel veel lava nodig. En als ik even naar mijn huis ga, zit deze kist helemaal vol. Ik heb nog maar 1 lava bucket over. En dat komt omdat ik al het lava namelijk al heb gebruikt voor deze gigantische bak lava boven de noob zijn huis. En het enige wat ik moet doen is deze hendel weer omhalen. En dan valt al het lava op het huis van de noob. Alleen voordat ik dat ga doen, moet ik wel natuurlijk even mijn eigen huis gaan beschermen. Dus ik ben even het leukst van plan. Ik ga hier gewoon even al dit dirt weghakken op deze manier. En hopelijk wordt op deze manier al het lava opgevangen, zodat mijn eigen huis niet kapot gaat. Want eerlijk gezegd heb ik daar niet heel veel zin in. Dus, eens even kijken. Ik pak eventjes al mijn buckets erbij. En die buckets ga ik natuurlijk vervolgens compleet vullen met water. Zodat mijn eigen huis gewoon beschermd wordt. En hopelijk het huis van de noob gewoon keihard kapot gaat. Oké, eens even kijken. We hebben hier de rivier. Nou, dan kan ik even heel veel buckets water uithalen. Zo, dankjewel. Ik denk dat dit wel even genoeg is. En vervolgens vul ik dit gewoon even volledig met water. En dan het enige wat ik nu nog hoef te doen is letterlijk de lever even omhalen. Abonneer even op mijn kanaal. Nou, als je benieuwd bent hoe de noob hierop gaat reageren. En als je natuurlijk vaker wil zien dat ik deze noob ga trollen. Alleen voordat we deze hendel gaan overhalen, wil ik eerst natuurlijk het huis nog even op een andere manier trollen. Want een heel groot deel van het huis is namelijk van dirt. En dirt kan niet in de fik vliegen. We gaan even naar de geheime bunker onder mijn kamer die de noob dus heeft gemaakt. Oftewel, waarmee hij mij keihard heeft getrold. En zoals je ziet, zit hier een aquarium. Maar ja, ik zat dus te denken, aangezien de noob dus heel erg van aquariums houdt, waarom gaan we dit aquarium niet gewoon verplaatsen naar de noob zijn huis. Nou, wat heb ik daar allemaal voor nodig? Natuurlijk even dit hele mooie koraal. Dus dat gaan we even lekker allemaal meenemen. Gaat dat nou wel allemaal kapot? Ja, het gaat kapot. Oké, misschien wat ik nu aan het doen ben is niet heel erg slim. Maar ik denk dat ik ook wel eventjes wat zand nodig heb. Oh nee, ik ga dood, ik ga dood. Ah, dit is niet de bedoeling. Kijk, ik heb natuurlijk ook even wat zand nodig. Dus kijk, dat zand pakken we ook eventjes. Dit aquarium, die mag wel kapot, want dat is toch van de noob. En wat we dan natuurlijk ook nodig hebben is heel veel water. Maar ik heb van tevoren natuurlijk al de pranks bedacht. En ik ben al een beetje voorbereid. En ik weet dat ik net water heb gehaald. Maar als we even in deze kist gaan kijken, zit die vol met buckets van water. Ik ga al deze buckets ga ik even meenemen. En dan gaan we even naar het huis van de noob. En even kijken waar ik dat hele mooie aquarium ga plaatsen. Oké, ik moet wel even uitkijken. Ik weet niet waar de noob is. Ik denk dat de noob gewoon oprecht nog steeds aan het rennen is voor de bijen. En zijn hier nog wat bijen binnen? Ja, er zijn er nog een paar. De rest is letterlijk allemaal de noob gevolgd. Oké, maar kijk. De noob heeft hier dus een badkamer. Maar dat is niet zomaar een badkamer, want als we even de douche ingaan, de noob heeft hier gewoon een eigen geheime bunker gemaakt. Mij dus wel een heel leuk idee leek.
is om van zijn badkamer gewoon even heel lekker een aquarium te maken. Zodat de noob ook gewoon niet meer zijn eigen geheime bunker in kan. Dus we doen even dit. En het enige wat ik dan hoef te doen is overal gewoon even wat water plaatsen. Oh, ik denk dat de noob hier zo boos op gaat worden. Maar, hey, dan had de noob mij maar niet moeten pranken de vorige keer. Oké, eens even kijken. Ik heb veel te veel water. Ik denk dat het water wat ik nu heb wel eventjes genoeg is. Letterlijk de hele badkamer staat namelijk onder water. En dan zet ik natuurlijk nog even wat hele mooie plantjes neer. En het enige wat dit aquarium nog mist, zijn natuurlijk even wat leuke visjes. Ik denk namelijk dat de noob daar ook best wel blij van wordt. Dus laat ik nog maar even een visje gaan vangen. En daarvoor gaan we natuurlijk weer even naar de mooie vijver. Want ik denk wel dat hier wat visjes zijn. Ja, hier zijn er heel veel. En is er ook een rode vis? Want rood is natuurlijk mijn lievelingskleur. Alleen niet van de noob. Eens even kijken. Een oranje vis. Dat vind ik ook wel goed. En eens even kijken. Ik neem gewoon in totaal 3 vissen mee. We pakken nog een roze vis. En deze gele vis nemen we mee. En vervolgens plaatsen wij deze vissen in het hele mooie aquarium van de noob. Nou, ik denk dat de noob hier wel heel erg blij mee gaat zijn. Oké, de trapdoor zetten wij nog even neer. Niet bepaald goed, maar ik vind het helemaal prima. Het enige wat ik nu moet doen is mij verstoppen en wachten tot de noob weer terug is. Oké, nou, ik denk dat ik de noob wel even ga helpen door deze bijen te vermoorden. Anders gaat de noob nooit terugkomen. Oh, nee. Oh, nee. Ah, ah, ik weet niet of het heel slim was. Bijen, ga dood. Ga dood. Ga alsjeblieft allemaal even dood. Au. Au, 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 au. Ja, 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 ja. Oké, de bijen zijn gelukkig. Oh, nee. Oh, nee, nee, nee. Er komen er heel veel. Er komen er heel veel. Ah, oké. Ik ga voor deze bijen vermoorden. En dan ga ik even mezelf verstoppen voor de noob. Oké, het heeft even geduurd. Alleen volgens mij is de noob zojuist weer thuisgekomen in zijn huis. Ik denk dat het komt omdat ik alle bijen heb vermoord. En ik zit verstopt. Ik zit alleen niet heel goed verstopt. Alleen ik denk dat de noob dit nooit door gaat hebben. Want het is een noob. Oké, maar nu is het een kwestie van wachten tot de noob naar boven komt. En oh mijn god, daar is de noob. Noob, wat ben je allemaal aan het doen? De noob is aan het kijken naar zijn aquarium. Volgens mij snapt de noob er letterlijk helemaal niks van. Wie heeft dit gedaan, zegt de noob. Oké, de noob is er niet heel erg blij mee. Nou, dan weet ik dat ook meteen weer. De prank is in ieder geval wel gelukt. Alleen, noob. Noob, noob, wat is de noob aan het doen? De noob is letterlijk gewoon aan het weglopen. Malo, noob, 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 noob. Wat ben je allemaal aan het doen? Waarom is de noob gewoon op dit moment aan het weglopen? Oké, hier snap ik dus echt helemaal niks van. Is de prank nou wel of niet gelukt? Laat het even weten in de comments. Ik vind dat die best wel goed is gelukt. Maar dat de noob wegloopt, komt echt precies goed uit. Want voor de volgende prank moet ik namelijk ook in het huis zijn van de noob. Alleen eerst moet ik bij mijn eigen huisje even wat halen. Want als ik hier even naar boven ga bij mijn huisje, heb ik hier nog een kist en daar zit wat in. Er zitten hier heel veel diamonds in, maar ook een schaar. En die schaar die ga ik heel erg nodig hebben. Want mijn lievelingskleur is natuurlijk rood. En de noob heeft echt een heel lelijk bruin huis. En eigenlijk moet die ook rood worden. Dus terwijl de noob een keer offline was in de server, heb ik stiekem al wat gedaan. Ik ga hier namelijk even het aquarium in. En dan doe ik even dit hier open. En we zien hier beneden een bij. Alleen de bij is niet het enige wat hier staat. Want de hele bunker van de noob zit vol met rode schapen. En het enige wat ik nu moet doen is gewoon al deze schapen even knippen. Even dus al het wol verzamelen. En dan ga ik het hele huis van de noob gewoon knalrood maken. Oké, eens even kijken. Schaapjes, kom eens even lekker allemaal naar mij toe. Ik heb op dit moment 41 wol. Dat is echt lang niet genoeg. Maar ik denk dat ik later weer even terugkom om nog meer te hakken. En voor nu ga ik hier weer eventjes lekker omhoog. En ga ik een beginnetje maken aan het rode huis. Oké, natuurlijk doen wij de poort weer even netjes dicht voor de noob. Zal hij vast heel erg blij mee zijn dat ik zo lief voor hem ben. En eens eventjes kijken. Wat is een mooi begin om rood te maken? Ik denk dat dit hier wel een heel mooi begin is. Hier zie je namelijk allemaal heel lelijk dirt. En ik hou gewoon niet zo van dirt. Dus ik ga dit gewoon even lekker allemaal rood maken. Hier wat rood. Zo, ik denk dat de noob hier best wel blij mee is. Want eerlijk, wie houdt er dan niet van de kleur rood? Laat er een comment even weten wat jouw lievelingskleur is. Oh, en als jouw lievelingskleur ook rood is, dan moet jij wel abonneren op mijn kanaal, hè? Oké, we hebben hier een soort van lelijk bruin of zo. Bruin hout. En dat gaan we natuurlijk ook even weghakken. En dan plaatsen we hier natuurlijk even al het andere rode wol. En ik heb een probleempje. Ik heb op dit moment nog maar 6 rood wol over. Oké, ik heb echt veel meer nodig om dit hele huis rood te maken. Dus weet je wat? Dit ga ik even heel snel doen. En het heeft even geduurd, maar het hele huis van de noob, die is knap.
al rood. En nu is het kwestie van wachten totdat de noob weer thuis komt. En kijk, dat ga ik gewoon even lekker in mijn eigen huisje doen. Ik ga hier gewoon even zitten en vanaf dit raam, eens even kijken, dan moet dit weg, heb ik echt perfect uitzicht. Oké, ik zie in de verte de noob aankomen lopen. Dit is helemaal top. En de noob is letterlijk gewoon naar zijn huis aan het kijken. En snapt er volgens mij helemaal niks van. Jesse, waarom ik haat rood? Noob, rood schrijf je met een D. Oké, en ik ga meteen de volgende prank uithalen. Want het huis heb ik natuurlijk voor wol gemaakt. Zodat het heel makkelijk fikt. Dus wat ik even doe, ik haal de hendel over. En dan moet al het lava naar beneden komen. Oh mijn god, dit is geniaal. Noob, ik weet niet of je het door heeft. Alleen je hele huis gaat straks in de fik. De noob knikt nee. Oké. Ja, noob, ren jij maar lekker je huis in. Ik vind het helemaal prima. Ik denk dat de pranks wel heel goed zijn gelukt. Maar dit was de video. Klik even op een van deze andere twee video's, want wil je zeker niet missen. En abonneer even op beide mijn kanalen, want ik heb er twee. En verder dat jij nog niet op één kanaal bent geabonneerd.